Ja, wat flikken jullie me nou? Ja, met de Vries. Ik betaal jullie elke maand een godsvermogen. Ik kan niet eens een glas water tappen. Ja, Koperwieke 51. Dank u wel. Ik zie dat u nog een achterstallige betaling heeft van €1,230. Maar dan weet ik genoeg. Dag lieve schat. Wat was het een fijne vakantie samen, hè? Hier, deze is voor jou. Nee, hou hem zelf maar, dat is je lievelingsbloem. Weet je wat? Laten we afspreken dat je hem de volgende keer gewoon weer teruggeeft. Beloofd? Oké, beloofd. Liefste Wim, ik weet dat ik het misschien eerder had moeten vertellen, maar ik kon het niet. Ik was te bang voor jouw reactie. Maar je hebt het recht om het te weten. Je bent namelijk vader geworden van een prachtige dochter en ze lijkt zoveel op jou. Ik hoop dat je haar snel wilt ontmoeten. Lies Lily.
Hé joh, kun je niet uitkijken? Oh, sorry meneer. Moet je niet met je vriendjes voetballen of zo? Nee, die zitten allemaal op een PlayStation. Heeft u een PlayStation? Nee, ik heb niks. Heeft u geen huis? Ja, dat wel. Maar... En spullen? Ja, ook. Nou dan, ja. Wilt u met mij voetballen? Nee, daar heb ik geen tijd voor. Hallo. Meneer, kan ik u helpen? Is er iets gebeurd? Ik weet niet hoe ik dit moet zeggen, maar... ik denk dat ik je vader ben. Na 43 jaar. Om hier gewoon aan te bellen en te denken dat alles goed is? Jarenlang heb ik afgevraagd wie je bent, waar je was. Want je hebt niet alleen mij achtergelaten, hè? Maar ook mama. Het spijt me. Ik wist het niet. Wat nou spijt, man? Ga toch weg met je spijt. Hoe kom je trouwens aan mijn adres? Ik vond brieven van je moeder. En daar stond dit adres op. Als ik het eerder had geweten, had ik wel eerder gekomen. Maar ik wist het echt werkelijk niet. Is Lily er? Mama is 2 jaar geleden overleden. Is dat voor haar? Ja. Oh, wauw. Hey lieverd, ben je lekker aan het voetballen? Hey mam. Hey. Wim, je hebt ook nog een kleinzoon. Hoi, ik ben Wim. Hoi, ik ben Pim. Hey. Wil je met mij voetballen? Ja hoor. Ja. Dat is goed. Dat is goed. Ja. Zo, jij kan het. Oh.
En yo! Goed!